Mijn naam is Lian Derks. Ik ben vestigingsdirecteur van Two College Rijf en MAVO. En dat doe ik al enkele jaren met heel veel plezier. Ieder kind is anders. Wij houden niet alleen rekening met verschillen tussen leerlingen, wij maken er ons uitgangspunt van. Ieder kind krijgt het onderwijs dat bij hem past. Dat betekent dat je meer uren Nederlands krijgt als je dat nodig hebt. Maar heb je wat meer moeite met wiskunde, dan geven we je gewoon wat meer lessen wiskunde. Elk kind stippelt zijn eigen leerroute uit samen met zijn coach. Ons onderwijs is gebaseerd op gepersonaliseerd leren van Kunskapsskolan, een Zweeds concept. We gaan bij ons onderwijs uit van vier waarden, vier belangrijke waarden. Persoonlijk, uiteraard omdat iedere leerling zijn persoonlijke leerroute uitstippelt. Hij krijgt daarbij ondersteuning van zijn persoonlijke leercoach. Onderzoekend, omdat we nieuwsgierig zijn naar alternatieven. We passen het onderwijs echt aan als dat moet. Doelgericht, omdat niet alleen onze leerlingen, maar ook al onze medewerkers doelgericht werken in plaats van taakgericht. En dat betekent dat iedere leerling en iedere medewerker een andere route heeft naar het doel. En vier, eigenwijs. Hier komt alles samen. Als het nodig is om je persoonlijke leerroute te bepalen en te realiseren, zijn we soms wijs genoeg om die route aan te passen. Dat betekent dat onze leerlingen bijvoorbeeld een jaar eerder examen kunnen doen of op een hoger niveau examen kunnen doen. En zo maken wij grensverleggend leren mogelijk, want iedere leerling is anders, toch? Mijn naam is Paul Opsteeg, ik ben hier docent wiskunde en coach op Two College Rijf en MAVO en wij werken hier met gepersonaliseerd leren. Daar ga ik iets over vertellen. Iedere leerling is anders, waarom zouden we dan iedere leerling dezelfde manier van onderwijs aanbieden? Dat doen wij hier niet. Als een leerling bijvoorbeeld heel goed is in wiskunde, op veel scholen moeten ze dan verplicht 4 uur in de week wiskunde volgen. En als iemand heel slecht is in Engels, kunnen ze niet extra Engels onderwijs volgen. Dat kan hier wel. Bij ons bepaalt de leerling in samenspraak met de coach aan welke doelen er in die week gewerkt wordt. Wekelijks is er een individueel coachgesprek van een kwartier, waarin we vooruitkijken naar waar er in die week aan gewerkt moet worden. En we blikken terug op de doelen van de afgelopen week, of die gehaald zijn en of die niet gehaald zijn en waarom ze niet gehaald zijn. Daar maken we een verslagje van en dat is altijd inzichtelijk voor zowel leerling, ouder als coach. Wij werken hier op school niet met boeken, maar wij werken met een learning portal. En een learning portal is ieder vak te vinden en wordt per vak omschreven in doelen wat ze voor dat vak moeten doen. Wij werken niet met cijfers in de onderbouw, maar wij werken met feedback. Dat wil niet zeggen dat leerlingen geen toetsen hoeven te maken, maar wij checken na ieder onderdeel of een leerling een bepaald onderwerp heeft gehaald, ja of nee. En door middel van feedback, wat wij in die portal verwerken, kunnen wij met de leerling verder kijken wat nodig is om in het vervolg goed aan het vak te werken. Dat wordt uiteraard ook weer geëvalueerd met de coach. Wij zijn op school niet alleen bezig met de vakken, maar we starten iedere dag op met een dagstart. En dat is met de stamgroep samen. En in die dagstart maken wij op maandag altijd de planning voor heel de week. En leerlingen bepalen in de dagstart naar welke vakken ze naartoe willen en aan welke vakken ze willen werken. Mocht halverwege de week blijken dat ze voor een bepaald vak al klaar zijn, kunnen ze in hun planning een kleine aanpassing maken. Waarbij ze zeggen, ik ga nu niet naar Engels toe, maar ik ga nu wat extra tijd aan Nederlands besteden, want dat heb ik nog nodig. Tijdens die dagstart kijken wij ook met de leerlingen naar het journaal. Wij willen dat leerlingen niet alleen leren per vak wat ze moeten doen, maar ook dat ze meekrijgen wat er in de wereld allemaal speelt. Het journaal wordt besproken en leerlingen krijgen daardoor veel meer mee. Ik ben Mirjam Hogesteger. Ik geef hier op school kunst en cultuur, handvaardigheid, CKV. En ik ben de stamgroepcoach van klas 19C. Op het Two College Rijf en MAVO hebben we coaches om de leerlingen te begeleiden in hun persoonlijke leerroute. De coaches die beginnen het jaar altijd met een LOC-gesprek. En LOC staat voor leerling oude coach. En wanneer de leerlingen uit groep 8 naar deze school komen, is dat meteen een soort van kennismaking. We vragen de leerlingen en hun ouders dan wat de verwachtingen zijn, waar ze goed in zijn, waar ze minder goed in zijn en vooral wat hun doelen zijn, waar ze hiermee op school aan de slag kunnen of willen. En wij proberen als coaches, maar natuurlijk ook de vakdocenten, die proberen ze daar zo goed mogelijk in te begeleiden. Wij doen dat door wekelijks een coachgesprek in te plannen met de leerlingen. In dat coachgesprek kijken we samen naar de reflectie die de leerling gemaakt heeft. En in die reflectie vertelt de leerling wat er goed is gegaan, wat er minder goed is gegaan en wat zijn doelen zijn per vak of misschien zijn persoonlijke doelen.
voor de aankomende week. We bespreken de leerstrategieën van de leerlingen. Wat werkt nu wel voor jou, wat werkt niet? En heb je misschien ergens hulp bij nodig? En die proberen we zo te bieden. Door elke week een coachgesprek te hebben, kunnen we de leerlingen heel goed volgen. En hebben we heel goed in beeld wie waar goed in is. Maar ook wie waar nog wat extra hulp bij kan gebruiken. En daarnaast leer je leerlingen echt kennen. Veel meer dan voorheen. Toen we eigenlijk maar een paar coachgesprekjes of mentorgesprekjes per jaar hadden. Dus ja, ik weet nu eigenlijk precies van mijn leerlingen waar ze mee bezig zijn. En dat is super, want we zien ze ja, bijna met de week groeien. De dagstart beginnen we elke dag met de stamgroep. En de dagstart wordt dan gedaan door de stamgroepcoaches. En tijdens de dagstart komen verschillende onderwerpen aan bod. We beginnen vaak op maandag met het plannen van de week. De leerlingen maken gaandeweg hier op school hun eigen planning. In het begin van het jaar werken de leerlingen in klas 1 met een vaste planning. Maar meestal vanaf de kerstvakantie proberen we leerlingen zo te begeleiden dat ze zelf hun week kunnen inplannen. Ze gaan dan kijken naar hun behoeften. Wat heb ik nodig? Wat wil ik leren deze week? En naar welke leeractiviteiten moet ik dan gaan? Op maandag proberen we ze te begeleiden bij het maken van een planning voor de hele week. Zodat ze ook overzicht krijgen van de week. En het niet afhankelijk wordt van de dag. Dat ze bijvoorbeeld de ene dag veel zin hebben in Engels en de andere dag in wiskunde. We vinden het belangrijk dat ze steeds beter leren te kijken naar wat heb ik nodig en waar plan ik me dan voor in. Verder komen in de dagstart dingen aan bod als de groepsdynamiek, pestgedrag, sociale ontwikkeling van leerlingen. De week van het pesten is iets waar we aandacht aan besteden. Daarnaast kijken we ook het journaal. We vinden het belangrijk dat leerlingen meekrijgen wat er in de wereld speelt. Dat ze zich daar ook een mening over vormen. En we hebben dan ook vaak discussies over items die in het journaal aan bod zijn gekomen. Daarnaast bespreken we ook vaak de leerstrategieën van leerlingen. Wat staat er op de planning voor volgende week? Hoe heb je daaraan gewerkt? Wat werkt erbij goed? Wat heeft minder gewerkt? Hebben jullie tips voor elkaar? Ik vind het een ontzettend fijne school. Het is heel klein, dus we kennen elkaar allemaal. En daardoor hebben we de leerlingen heel goed in beeld. Kunnen we ze goed volgen, zeker in het nieuwe CAT-systeem. Waarbij je als coach zoveel coachgesprekjes hebt. Elke week spreek ik de leerlingen in ieder geval een kwartier. En daardoor weet ik precies wie waarmee bezig is en vaak ook wat ze nodig hebben. Hoi, ik ben Sanne Abdoel en ik geef Nederlands hier op de Ruiven MAVO. Ik ga iets vertellen over de Learning Portal en over de leeractiviteiten. De Learning Portal, dat noemen we eigenlijk gewoon de portal, dat gebruiken we echt elke dag. Dat is heel belangrijk voor ons. Daar staat ons rooster in, daar staan de leeractiviteiten in, daar staat het rapport in. Einddoelen, periodedoelen. Dagelijks kijken we heel veel in de portal. Dat is ook onze lesmethodes vaak met onze bronnen, onze oefeningen, onze werkdoelen. De portal is voor ons echt heel belangrijk. Nou, bijvoorbeeld de leeractiviteiten. De leeractiviteiten die staan in het rooster. De leerlingen hebben niet een rooster waarin ze met de hele klas elk uur naar de les toe gaan die al voor hen bedacht is. Zij kiezen hun lessen zelf, hun leeractiviteiten zelf. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Op een uur staan bijvoorbeeld 4 verschillende leeractiviteiten. Bijvoorbeeld bij wiskunde kun je zelfstandig werken. Bij Engels heb je uitleg van grammatica. Bij Nederlands heb je gezamenlijk een tekst met vragen die je gaat behandelen. En nog een keer Nederlands zelfstandig werken. Nou, wat gebeurt er dan? De leerlingen zien deze 4 leeractiviteiten staan. En zij maken een keuze. Waar heb ik behoefte aan? Wat zijn mijn doelen voor deze week en waar moet ik extra tijd aan besteden? En daar schrijven ze zich voor in. Dus de leerlingen hebben een rooster waarin zij zelf de keuzes maken. En als docent is het erg leuk, want ik bied een les aan, maar ik weet niet wie er komt. Dus ik maak bijvoorbeeld een les over begrijpend lezen. En ik zie dan bij de leeractiviteiten wie zich daadwerkelijk ook inschrijft en wie mijn les wil volgen. Dus dat is een heel belangrijk onderdeel van de Learning Portal. Nou, we hebben ook het rapport. En in het rapport zien leerlingen kruisjes of vinkjes staan. Dus geen cijfers. Een vinkje betekent, nou, goed gedaan, je hebt het gehaald. En een kruisje betekent, niet zo goed gedaan, je hebt het niet gehaald.
En behalve dat ze een kruisje en een vinkje zien, schrijven wij als docent ook echt een verhaaltje. Hier gaat het om. Dit heb jij goed gedaan. Hier moet je even op letten. Volgende keer wil ik dat eventjes met jou bespreken. Enzovoort, enzovoort. Wat ik er heel fijn aan vind, is dat ik veel meer informatie kan geven over een bepaald onderwerp dan als je een cijfer zou geven. Een 6,3 zegt eigenlijk niks. Maar als ik een heel verhaaltje type over wat goed gaat en wat minder goed gaat, dan heb ik echt het gevoel dat ik kwijt kan als docent waar het goed ging en minder goed ging. Ik denk ook dat leerlingen het veel fijner vinden. Het geeft veel meer informatie. En ook voor ouders is het denk ik prettig om te weten waar ging het eigenlijk over, in plaats van dat het alleen maar een cijfertje is. Leerlingen kunnen op verschillende niveaus werken. In principe is dit een MAVO-school en werken wij op niveau rood. Maar stel nou, je bent heel goed in Engels, dan is mijn niveau rood misschien voor jou gewoon te simpel. Dan kun je aan je docent en aan je coach vragen om het misschien op een hoger niveau te doen. Dan zou je het bijvoorbeeld op wit kunnen proberen, dat is HAVO-niveau. Of misschien zelfs op blauw, VWO-niveau. Nou, dat is allemaal mogelijk. Ook eventjes een niveautje lager is geen enkel probleem. Wat nou als het eventjes niet zo goed met je gaat en je hebt de concentratie niet op school en je kan het niveau eventjes niet aan? Of jij merkt dat dit vak jou zoveel tijd en energie kost dat het ten koste gaat van andere vakken. In overleg met je vakdocent en met je coach is het mogelijk om tijdelijk of langere tijd vakken op een ander niveau te doen. Dat is geen enkel probleem. Nou goed, wij leggen heel veel verantwoordelijkheid bij de leerling. De leerling mag heel veel keuzes maken en mag heel veel zelf bepalen. En dat is super cool natuurlijk. Maar dat werkt alleen maar omdat we coachgesprekken hebben. En een coachgesprek betekent dat jij wekelijks met jouw coach 15 minuten gaat zitten. En je gaat bespreken hoe het met je gaat, hoe het op school gaat, wat je schoolwerk allemaal inhoudt die week, of je nog afsluitingen hebt en je gaat doelen stellen voor de week. Nou, de week erop ga je bespreken of je die doelen ook hebt gehaald. En hoe komt het dat je ze misschien wel of niet hebt gehaald en wat ga je de volgende keer anders doen? En je coach kijkt ook mee naar je rooster. Heb je handige keuzes gemaakt voor deze week? En hoe kan ik ervoor zorgen dat jij komende week misschien nog wat handige keuzes gaat maken? Nou, de coach is het eerste aanspreekpunt voor jou als leerling, voor de ouders. En dat is een heel belangrijk momentje. Ik geloof heel erg in dit onderwijs. Ik denk dat zoveel verantwoordelijkheid bij de leerling leggen heel goed is. Heel veel leerlingen kunnen dat ook prima aan. Met de juiste begeleiding. Ik vind het heel erg stoer van leerlingen dat ze ook die verantwoordelijkheid zo goed oppakken. Nou, waarom geloof ik er zo in? Omdat je een veel betere band hebt met leerlingen door die coachgesprekken. De leerlingen hebben veel meer zelfvertrouwen omdat ze hun eigen keuzes kunnen maken. En ik geloof heel erg dat wij meer op de intrinsieke motivatie zitten bij de leerlingen. Door het maken van de eigen keuzes en het verantwoordelijk maken van het eigen leerproces. Ik denk dat heel veel mensen denken, oh, had ik maar vroeger zo mijn eigen keuzes kunnen maken, dan had ik het fijner gevonden op school. En ik denk dat dit echt een onderwijssysteem is dat bij best veel mensen past. Mijn naam is Jurgen Winkels, ik ben ook werkzaam hier op de College Ruif en MAVO. En mij is ook gevraagd om even uitleg te geven over wat mijn taak is en mijn functie. Ik ben zoals in eerste instantie docent aan loodswaars achter mij kunt zien. Daarnaast ben ik ook coach van leerlingen en ook een leerjaarcoördinator. En het leercoördinatorschap, dat houdt bij ons op school in. Dat ik dagelijks gang van zaken bezighoud met kinderen. En alles wat eigenlijk de coach ontstijgt. Dus als het in de lessen niet goed gaat, of wat dan ook, dan komt dat bij mij te liggen, op mijn bordje eigenlijk te liggen. En dan ga ik altijd in gesprek met de leerlingen, of met ouders, of met collega's, om te kijken hoe we dat weer glad kunnen strijken. Om het zo maar te zeggen. Natuurlijk is de coach de spil in alles. Dat is het eerste aanspreekpunt voor die kinderen. Je gaat ook iedere week met die kinderen om tafel zitten, 15 minuten. Om het wel en weten te bespreken. Eerst te kijken hoe het met de leerling zelf is, hoe het gaat met hem of haar. Bijvoorbeeld hoe het weekend is geweest. En daarna gaan we aan de slag met hetgeen we in de portal doen. Dus hoe is de planning voor deze week? Waar loopt diegene tegenaan? Wat gaat goed? Waar heeft hij hulp bij nodig? En al dat soort zaken. En daarnaast heeft hij natuurlijk alle lessen te volgen daarna. En dan hoop ik dat ik als leerjaarcoördinator eigenlijk niet in beeld ben. Want dat wil zeggen dat het altijd heel goed gaat met de leerlingen en met docenten en lessen. Het grootste verschil met voorheen is natuurlijk dat kinderen mede mogen bepalen hoe hun dag eruit ziet. Hè. We hebben een start van de dag, we hebben de dagstart, we hebben coachgesprekken. En daarnaast volgen, of dan beginnen de lessen eigenlijk. En we willen kinderen de verantwoordelijkheid leren dragen om die lessen zelf mee in te vullen. Of zomaar een planning te maken om te kijken wat ze op dat moment nodig hebben bij een vak. Dus niet meer net als vroeger 3 lessen verplicht naar wiskunde. Maar nu misschien wel 1 les is voldoende. En dan kan hij daarna zich op een ander vak focussen waar hij misschien de tijd harder nodig heeft. Dus dat is een heel belangrijk item waar we nu dus mee begonnen zijn. Daarnaast vind ik ook dat het een stuk rustiger is binnen school. En dat is meer vanuit mijn taak als leerjaarcoördinator.
En dat heeft er denk ik mee te maken dat kinderen toch wel meer verantwoordelijkheden kennen en nemen nu in deze tijd. Omdat ze veel meer bezig zijn ook met wat ze moeten doen en dus hun hond daar ook mee aan de slag laten gaan. Eerst was het zo, Jantje Pietje moet naar de lessen en nu moet ze ook naar de lessen, maar wel omdat ze het zelf ook willen en ook nodig hebben. Dus dat geeft wel een stuk rust in de school en voor ons als collega's ook. Dus het is wel hard werken omdat het gepersonaliseerd is, maar daar is verder vind ik niks mis mee. En zolang we de kinderen maar kunnen dienen in een persoontje. Dus we kijken vooral naar de leerlingen in deze. Hoi, ik ben Bram Poudersen, ik ben teamleider op de Ruiven MAVO. En we kunnen natuurlijk niet alles laten zien in een filmpje. We hopen dat jullie dat zelf komen ontdekken. Bijvoorbeeld op onze open dag op zondag 24 januari. Dan kun je zien hoe wij dingen doen op de Ruiven MAVO. Als je wil weten wat je precies kan komen doen en ontdekken, kijk dan even op de website. Naast de open dag kun je ook een middag meelopen. Dan kun je ervaren hoe het is om leerling te zijn op de Ruiven MAVO. Op 3 en 10 februari vanaf 2 uur kun je ervaren hoe het is om samen met je coach echt aan het stuur te staan. Je kunt je inschrijven via de website. Ben je zo enthousiast geworden dat je naar de Ruiven MAVO wil komen, kun je op 2 en 4 maart inschrijven. Op de Ruiven MAVO nemen wij leerlingen aan met een GT-advies of met een dubbel KGT-advies. Leerlingen met een enkel kaderadvies kunnen wij helaas niet plaatsen. Vanaf schooljaar 2021-2022 gaan wij voor leerlingen met een TL-HAVO-dubbeladvies een speciale klas maken. Deze MAVO-HAVO-klas biedt stof aan op HAVO-niveau en na 1 of 2 jaar kun je drempeloos doorstromen naar het Kopenhagen Lyceum. Dan ga je nog verder werken op de vertrouwde manier, maar dan echt op een HAVO-niveau. Natuurlijk hopen we dat jullie enthousiast zijn geworden, wij in ieder geval wel. Als je nou nog meer wil weten over ons of over onze manier van lesgeven, kijk even op de website. En we hopen dat jullie naar de open avond en de medeopdagen komen om zelf nog meer te ontdekken. Tot dan!